De reis met de Zaandam van de Holland-Amerika-lijn is begonnen in Buenos Aires. Vanaf de Falklandeilanden varen we in 2 dagen naar Antarctica. In het zand liggen nog landmijnen uit de oorlog tussen Argentinië en Engeland in 1982. De pinguïns zijn licht genoeg om er zonder gevaar op te kunnen stappen. Ter bescherming van het Arctische milieu moet iedereen aan boord blijven. Het heeft vannacht urenlang gesneeuwd. Diverse landen hebben hier onderzoekscentra.
In de Drake Passage ten zuiden van Kaap Hoorn kunnen golven van wel 20 meter hoog ontstaan. Dit is nog niet Kaap Hoorn. Het monument herinnert aan omgekomen zeelieden. Kaap Hoorn ligt op een eiland en is de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika. De kaap is geheel kaal. Willem Cornelisz Schouten noemde de kaap op 29 januari 1616 naar zijn geboorteplaats Hoorn, toen hij samen met Jacob Lemaire rond de kaap voer. Het Beaglekanaal loopt van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan en is 250 kilometer lang. Het is genoemd naar het Engelse schip Beagle dat hier hydrografisch onderzoek uitvoerde. Ushuaia is de zuidelijkste stad ter wereld en telt 60.000 inwoners. Het Beaglekanaal is het domein van vogels en zeeleeuwen. Thank you.
zeemeermin met haar twee staten op het monument voor Magellaan symboliseert de Atlantische en de Grote Oceaan. Magellaan ontdekte de doorgang in 1520. Van de 5 schepen die de expeditie telde, kwam alleen de Victoria terug in Spanje. Magellaan was toen al op zijn tocht rond de wereld, op de Filipijnen vermoord. Beagle werd bekend door lange reizen met natuuronderzoeker Charles Darwin. De Tempano-gletsjer is 1 kilometer breed. In deze fjorden wordt veel zalm gekweekt, vooral voor uitvoer. Puerto Montt ligt in het hart van het merengebied van Chili en telt rond 150.000 inwoners. Kilometer van Puerto Montt ligt Puerto Varas,
ook bekend als Stad van de Rozen. Er zijn in Chili 2000 vulkanen, waarvan 500 actief.